deze reeks van DIY on Wheels krijgt deze Austin Cooper S uit 1964 een body-off restauratie. De body werd in de vorige aflevering naar de carrosserie gebracht. En ondertussen is Carl aan de revisie van het motorblok begonnen. Nu gaan we overhand op de demontage van de koppeling, de motor en de versnellingsbak. Van de Mini is dat allemaal één geheel. De onderkant tot hier is versnellingsbak, dat is motor en hier zit de koppeling in. We hebben dan gezien dat de oliedruk heel slecht was, dat die warm was. Dus het zou wel nodig zijn voor een volledige revisie te geven. En dat was niet het enige. Tijdens het proefrijden hebben we ook opgemerkt dat er een rammelend geluid zat in de koppeling. Dat gaan we eerst van al tegenkomen als we de koppeling en het zijpaneel hier demonteren. Er zitten nog drie tandwielen in, we gaan dat straks zien hoe dat werkt. Wat we eerst gaan doen is de demontage van het koppelingdeksel. Dat is hier de koppelingsarm. Hier is er een koppelingspomp op gemonteerd. Dat was er ook een probleem omdat de druk weg was. Die pomp is ook versleten. Bij gevolg dat hij de koppeling niet volledig open duwde. En dat daardoor stroef schakelen mag eigenlijk. Voilà, dat is de koppeling die hierachter zit. We gaan eerst de motor blokkeren zodat we de drukplaat kunnen afdoen. Met dit zelfgemaakte hulpstuk kan de koppeling vergrendeld worden, zodat niet alles begint mee te draaien bij het lossen van de bouten. Dit noemen ze de drukplaat. Dit is een soort veer. Het is die veer die je ook voelt in de pedaal. Dat zit daarop. Als je de koppeling indrukt, verzet je dat hier. Nu gaan we de borgvloot losdoen. Nu ga ik de motor in de juiste positie brengen. Het is altijd plat. Dat is altijd zeker dat je het gemakkelijk kunt demonteren. Ik ga je dan straks uitleggen waarom. Nu gaan we hem ook weer vastzetten om de koppeling los te trekken van de krukas. Wat gebruiken we daarvoor is een polyptrekker. Dat is een dat mijn grootvader nog zelf gemaakt heeft en dat we nog altijd gebruiken. Dat is ook een sleutel dat we zelf gemaakt hebben. Die is er al. We hebben geluk. Zo'n spanning erop is normaal. Het gebeurt dat we veel meer moeite moeten doen om het eraf te krijgen. Hier zie je nu waarom ik dat straks zei, dat die altijd moet plat staan. Omdat er hier een borring op zit. Als die borring verkeerdelijk staat, op die manier, valt dat naar beneden en valt die in het vliegwiel. Dan krijg je hem onmogelijk eraf. Nu gaan we de koppeling uithalen. Wat je ook ziet aan de koppeling, is redelijk nieuw, maar is al vettig geworden. Die vettigheid komt door die joint die olie doorlaat en die op de koppeling loopt. Dat is allemaal in olie. Dat slingert rond en die koppeling komt vet. Dan begint dan ook te patineren, door te slippen. Nu gaan we verder met de ontmanteling van het koppelingshuis. Altijd lichtjes kloppen en mooi begeleiden om los te doen. Nooit een beitel ertussen slaan, het is aluminium, dan beschadigt de hele de behuizing
Nou, dan kan die niet meer afgedicht worden later. Voilà. Hier zien we dat er geen schade is aan de behuizing. Het is mooi af, het lamentje is ook niet gebroken. Karel ontdekt wel onmiddellijk iets anders. We hadden dus over gesproken, over de tussentandwielen die een ratelend geluid had. Dat je hier kunt zien, dat is dat geluid. Daar zit er te veel spilling op. Op zich niet erg, maar je ziet ook al dat spanwiel niet meer. Dus dat systeem zal vervangen worden eigenlijk. Tandwiel zelf gaan we ook visueel controleren. Deze ziet er eigenlijk nog goed uit. Er is geen schade aan. Er is ook geen barstje in die koperen bus. De andere kant ook niet. Hij is nog heel compleet. Is goed. Hier hebben we een ander voorbeeld. Wat er kan gebeuren. Daar zie je dat het koper bijna weg is. En die bus volledig is uitgesleten. Die borring gaan we hem ook vervangen. Dat is ook een van de redenen waarom dat tandwiel los ligt. Ik, normaal gezien, mag er daar geen spilling op zitten. Dat is hier tussentandwiel. Daar kun je ook veel problemen mee hebben. Met die lagers die kapot gaan hierachter. Als dit onderdeel helemaal ingelopen is en kapot is, kun je heel de behuizing van die versnellingsbak vernieuwen. We hebben hier nu geluk. Dat is eigenlijk nog goed. Een tweede oorzaak waarom dat er daar speling op komt, is dat die tandwielen altijd in één gaan om naar buiten te drukken. Ziet hij eruit eraan, vliegt hij eruit, krijg je natuurlijk meer speling en een ratelend geluid. Voor competitiewagens steken ze daar rechte tanden in. Die draaien recht op elkaar en hebben niet de neiging om links en rechts van elkaar weg te duwen. Ja. Waarom gebruiken ze schuine vertanding? Voor het lawaai. Hiermee kun je niet in de auto blijven, je moet met intercom rijden. Zodanig lawaai. Daarmee maken ze vooral iedere vertanding schuine tanden, maar hem de neiging om zich naar buiten te drukken. Nu kan Karel het motorblok loskoppelen van de versnellingsbak. Daarvoor lost hij eerst alle bouten. Daarna haalt hij er de motortakel of giraf bij om het motorblok van de versnellingsbak te tillen. Karel maakt het blok met een speciale steun vast aan zijn werktafel. Hiermee kan hij het blok ronddraaien om makkelijk te werken. Het motorblok zal na demontage door een revisiebedrijf gereviseerd worden. Maar de versnellingsbak neemt Karel zelf onder handen. Nu gaan we eerst een visuele inspectie doen van de versnellingsbak. Maar het ziet er al goed uit. Er is geen tandwiel kapot. Alles loopt nog gesmeerd. Het zal gewoon een kleine revisie zijn van de versnellingsbak. We gaan nu eerst de demontage doen van de motor. Zo kan deze alvast naar het revisiebedrijf. Eerst gaat het cilinderkopdeksel eraf. Zo krijgt Karel toegang tot de tuimelaars. Hij maakt deze los. Nu gaan we de tuimelaars demonteren. Met de stoterstang. Ik ga nu eerst dat demonteren, dat je ziet hoe dat gemonteerd is. Hier zien we nu goed de tuimelaars, de stoterstang en de klepgeleider. Dan moet je altijd voorzichtig uitnemen van een mini, maar altijd maken dat ze los zitten. Want door de olie, ziet, kleven ze vast. En wat er kan gebeuren dan, vooral met de eerste minis, ziet, dat er een mee komt. En als er een mee komt, heb je ook de kans dat de klepgeleider ook mee komt naar boven en eruit valt. En als je dan de montage weer doet, dan kun je de numerant en de achterkant van de motor, moet je heel de uitlaat uithalen ervoor. Vooral bij het vervangen van een cilinderkoppakking waarbij de motor in de wagen blijft zitten, is dit erg belangrijk. Nu gaan we de cilinderkop demonteren. Alles is los. Dat is de cilinderkoppakking.
Dat wordt uiteraard ook vernieuwd. Als die kapot gaat, brandt die over het algemeen hierdoor of naar een waterkanaal. Deze is al waarschijnlijk al een keer vernieuwd geweest. Voilà. En nu hebben we hier de motor. Hier kun je zien dat het motorblok al een keer gevlakt geweest is. Aan de lijnen die je ziet, dat is van het slijpen om het motorblok weer effen te maken. Dan gaan we een keer de cilinder zelf inspecteren. Het eerste zicht ziet dat er goed uit. Een grondige controle en opmeting van de cilinders en de pistons zal door het motorrevisiebedrijf gebeuren. Nu gaan we de klepgeleiders demonteren en ook een eerste visuele inspectie geven. Het belangrijkste van een klepgeleider is dat hier. Van sommigen is dat volledig ingelopen, maar deze is goed. Ze zien er allemaal goed uit. Dat wil ook zeggen dat de nokkenas in goede staat zal zijn. Dat is hier nu het voorbeeld van een slechte. Dat is niet uit deze motor. Onze motor is allemaal goed. Maar hier ziet u, dat is volledig ingehamerd en ook een beetje bol. Dat indiqueert dat de nokkenas, de top van de nokkenas, ook een beetje ingelopen is. Nu gaan we de waterpompen demonteren. Dat is een onderdeel die sowieso vervangen wordt. Kost geen geld ook. En we nemen daar ook geen risico mee. Nu gaan we het poly demonteren. Nu gaan we het distributiedeksel demonteren. Hier zitten de distributieketting in die de krukas verbindt met de nokkenas. De nokkenas loopt hierachter, kunnen dat zien zitten. Voilà. De Cooper S heeft ook een dubbele ketting. De Honey Mini heeft maar één ketting met een kettingspanner. Hier zit er geen kettingspanner op, maar heeft een dubbele ketting. Eerst gaan we de nokkenas poly demonteren. Die borfloten zal sowieso vervangen worden. Hè. Ook altijd de juiste sleutel gebruiken. Erop. Mooi even kloppen. Dat hij er niet af ziet. Ik kom ook weer de motor blokkeren. Voilà. Voilà. Dit gaan we dan ook in een later stadium controleren. Hoe dan de tandjes zijn. Dat er nergens geen afgebroken is. Anders gaan we dat tandwiel ook moeten vervangen. Nu is eigenlijk de motor los van zijn nokkenas. Nu gaan we eerst de nokkenas demonteren. Maar voordat we de nokkenas demonteren, gaan we eerst het distributietandwieltje demonteren. Dat heeft de verbinding met de verdeler. En eerst moet dat eruit voordat we de nokkenas kunnen uithalen. Hoe doen we dat? Met een simpele bout, met de juiste bedrading. Dan draaien we in het tandwiel. Dan hebben we het mee. Voilà, dat is de nokkenas. We gaan ook eerst een visuele inspectie doen van de nokken. Dat zijn de topjes hier. Deze ziet er goed uit, maar voor alle zekerheid wordt alle nokken opgemeten. Voilà, dat is de oliepomp. Die dat draait mee in de nokkenas. Dat zuigt de olie op via dat kanaal. De olie zit dus in de versnellingsbak. De aanzuiging zit heel onderaan. Wordt door deze leiding meegezogen. Hierdoor. Dat zit hierop. En zo wordt dat eerst naar de oliedrukregelaar gegaan. En dan verspreidt dat zich over de hele motor eigenlijk. Maar dat is de pomp die alles opzuigt eigenlijk.
Maar hier zie je dat er wat slijtage is toch. Er is wat ingehamerd. Dat wordt uiteraard ook vervangen. Karel is nu ook wel benieuwd naar de toestand van de drijfstanglagers. Van één per één een keer open doen. Kijken hoe dat de staat is ervan. Dat weer toedoen. Want eigenlijk moet dat ook opgemeten worden voor het revisiebedrijf. En hier zien we de oorzaak waarom dat de oliedruk wegviel. Die kant is al volledig ingelopen. Een drijfstanglager bestaat uit verschillende lagen metaal. En hier zit hij er al door, zit al op koper. Hij heeft nog geen schade aangebracht aan de krukas. Aan de ene kant kunnen we toch zien dat het een beetje matter dan de andere kant. Maar daarmee verder rijden, rijdt alles kapot. Het is het moment om te reviseren. Dit gaat daar slepen worden en hier wordt er de eerste overmaat op gemonteerd. Nu gaan we de hoofdlagers controleren. Ik heb alleen losgedaan. En kijk. Het is van hetzelfde, het is volledig erdoor. Dus dat moet ook herslepen worden en de eerste oversize maat gemonteerd worden. Overal is slijtage te zien. Dringend tijd dus voor een revisie. Karel monteert alles terug zodat ze correct opgemeten kunnen worden. Het blok is bijna klaar voor revisie. Maar om het te kunnen vlakken moeten al deze bouten nog gedemonteerd worden. Die bouten gaan dan ook vervangen met nieuwe. Ik weet niet hoeveel keer dat ze al opgespannen geweest zijn. We gaan daar geen risico in nemen. Het motorblok is klaar voor revisie en ook de cilinderkop gaat mee. De cilinderkop gaat door het revisiebedrijf ook onderaan genomen worden. Hier kun je zien dat die twee cilinders vettiger zijn dan de andere. Ze weten er ook van. Deze twee zijn extreem. Indikeert ook dat klepgeleiders versleten zijn dat hij hier een overmatig olieverbruik heeft. De cilinderkop zal gevlakt worden. Kleppen eruit worden gecontroleerd. Soms zijn de zittingen zodanig ingebrand dat ze moeten nieuwe zittingen steken ook. Dat gaan we dan zien als we het in het revisiebedrijf zijn. Maar dat zie je in de volgende aflevering van DIY on Wheels. Daarin demonteert Karel eerst nog de versnellingsbak, zodat hij ook deze kan meenemen naar het revisiebedrijf.